Pap, vertel even wat je net allemaal had voorgelezen. Weet je het nog? Weet je het nog een beetje? Hoeveel treden zijn het? Nou, bij elkaar zijn het er 365. En hoe hoog is hij? Dat weet ik niet. En hij was 800 jaar na Christus gemaakt? Zo ongeveer, ja. Oké, hier hebben we een van de 7 wereldwonderen. Chichen Itza. Oh, je mag er helemaal niet op. Oh no. Oké, dan ondertussen even die. Deze is ook cool. Oh, kijk, een markt. Ja. Moet ik even veel toeristen hier op afkomen. Ja. Dat is stromende regen. Stromende regen. Compleet nat geregend. Maar het was wel de moeite waard. Was ik helemaal niet aan het filmen? Nou, oké. Okay. We zijn dus compleet nat geregend in Chichen Itza. We hebben wel alles wel gezien, toch, hè, pap? Ja, alles wat we willen zien hebben. Ik heb even een nieuw t-shirt gekocht. En ik heb een pijpje voor papa gekocht. En papa heeft dit voor mij gekocht. De slang van Chichen Itza. Nou, we gaan nu naar ons superleuke hotel. In het centrum van Valladolid. Het is een super leuk hotel en dat ga ik zo meteen ook even laten zien. En nou, we maken dat we wegkomen hier. Zullen we even kijken op de camping? Gonna walk and don't look back. Don't look back. Oké. Okay. Oh nee, ik ben net te laat. Oh, papa ging net voor het eerst het water in. En ik ben nog niet eens het water in geweest. Oké, okay, wacht even. Hey, Baywatch. Was het lekker? Ja? Heerlijk. Ja? Lekker water. Super lekker? Ja, joh. Ah, is het hier zo koud? Nee hoor. Oh man. Had ik mijn bikini nou maar meegenomen. Maar ja, ik vind het dus echt... bizar mooi. This is paradise. Paradise. Vraag me af wat een massage hier zou kosten. Nou, oké, okay, we zijn nu in de eerste cenote. Cenote. Het is best, nou, het valt wel mee qua kou. Het is vooral heel erg mooi. Kijk. We hebben er nog 3 te gaan. Puntje. Puntje. Nou, dat ga ik maar even niet doen met mijn iPhone. Jij wil zeker ook even op mijn ding om, hè? Ja. Oh, papa! Ah. Nou. 3 keer echt naar erin laten trappen. Dat is echt belachelijk. Oké, nou ophouden, pap. Ik heb al genoeg adrenaline in mijn hart gevoeld vandaag. En? Nee, ik ben dus echt een scheidluis. Dus ik ga al helemaal niet ervan afspringen. Eigenlijk zou ik het wel moeten doen. Zal ik er afspringen, pap? Als je dat wil, dan heb ik het op voor je. Van de bal? Nee, zeker niet. Oh, Jezus, pap, je kan hier inspringen. Oh, dat durf ik echt niet. Dat ga ik echt niet. Oh, Jezus, je kan hier. Oh, mijn god. Oh mijn god. Durf jij dat? Natuurlijk. Ja? Oké, ik neem nu op. Je moet het nu gaan doen. Nu moet je het doen. 1, 2, 3. Ik neem op nu. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Ogen dicht. Neus dicht. Denk je niet dat ik een rolsteking kan krijgen? Ja, nee, doe maar niet dan. Het is de laatste chenotte. En dan? Hebben we er al 3 gehad vandaag.
Wauw, dat gaat heel ver naar beneden. 18 meter. 18 meter en het water is 30 meter. Ja joh, kijk eens. Ik ben aan het opnemen, dus je kan nu jouw duik doen. Dat het voor de eeuwigheid vastgelegd is. Heb jij het vanaf de trapje gedaan? Nee, vanaf de bovenkant, maar goed, ga jij maar van beneden. Kom. Broek naar beneden, water in mijn bril en ik vind het doodeng. Helemaal mislukt. Oké, maar ik wil het wel even zien. Hoe eng ik het ook vind, ik moet me hier even overheen zetten. Een beetje eng. Te diep. Ik zit echt een soort van een beetje hyperventileren, omdat ik niet kan zien hoe diep het is. Oh. Zo, wij zijn nu bij Ixquitam. Dat is bij Puerto Morelos en dat is een zipline park waar je ook met terreinwagens kan rondrijden. En er zijn chinottes waar je in kan springen en nou ja, ik laat me verrassen wat er allemaal te doen is. We moeten een formuliertje nu invullen. Nou is papa al bezig. En nou ja, goed. Tot zo meteen in de bomen. En je wordt verwelkomd door deze lieve schat hier. Kom eens even hier. Kom eens even hier. Ja, kom maar. En hij wil mijn hondenbrokjes niet, want papa en ik hebben hondenbrokjes gekocht in de supermarkt. Voor alle zielige hondjes. Maar ja, deze is ook niet echt zielig. Maar hij wilde ze ook niet. Huh? Hij wilde wel met ons mee in de auto. Nou, keep you posted. Ik wil net mijn handen wassen. En wat vind ik? Ik vind de allereerste vogelspin die ik hier in Mexico heb gezien. Check this out. Hey. Hij slaapt. Papa! Papa! Ik heb een vogelspin hier. Een vogelspin! Sick. Nou, hij is heel klein. Hij is echt een stuk kleiner dan de vogelspinnen die over mijn gezicht hebben gelopen. Oké, we kunnen jullie helaas niet meenemen. maar nou, we zullen wel vertellen hoe het was. Oké, nou, de zipline was echt super leuk. Er waren 9 ziplines en we mochten spiders doen en alles. En dit zijn onze, hoe noem je dit? OTV's, hè? Papa weet het ook niet. Oké, dit is dus echt super vet. En ze doen het nog steeds. Nou, wij hebben nu net een vette quad ride. Want ik realiseerde me dat het gewoon een quad is toen we erop reden. Ik dacht van, het is toch gewoon een quad? Maar, nou, dat was echt super vet. En we zijn ongeveer een kwartier verder en we zijn nu bij een chinotte waar we in kunnen, een soort van ziplinen. Kijk. Oh man, hier is een heel diep gat. Oké. Ik hoorde dus dat het hier echt 100. This is a jump? No fucking way. Nou, dat ga ik dus niet doen. Maar alright. How many meters is this? How many meters? Like, ga je dat doen, pap? From the bottom? You have like to. 3 meters. Oh my god, it's like you have to do this. No, you don't. Yeah, I'm gonna jump from here. No. Yeah. Oh, wait, dan ga ik even. Sacrifice. The Mayan sacrifice to jump inside of here. Maar kijk hier, dat licht daar, als je daar staat. Nee. Dan kan je niet bij. Oh, vet. Oh, there's an opening. So this one is a caved. Chinotte. Are you ready? Yeah? Okay. Are you ready? I am. Woo! Oh shit, nee. Oh. Dat was een goed jump. Heel goed, pap. Doodeng, nee, ja. Jumping, are you going to jump? Am I? Oh no, oh shit.
You know, for me it's already scary this because this is such a deep thing, you know, and how deep is it here? From there, like 2 meters. But you have to do it, amiga. I have, but I'm... Okay, I can see the bottom, so I'm gonna try. Papa, where ben je? You can do it. Okay, wacht. Okay. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it.